Samoas, Gandelman en... Oeh, dat lijkt me een beetje te laat hoor. Ja, ja. Amoura. En 15 seconden is dat hij wegkomt, denk ik. Ja, dat is toch altijd een gele kaart. Dit is altijd een gele kaart. Dit is altijd een gele kaart. Het heeft echt alles mee. Het is zelfs oranje. Donkergeel, ja. Het is goed dat Samoas anticipeert op die tackle die eraan komt en dat hij niet vaststaat met zijn stuts in de grond. Hij krijgt ze uiteindelijk toch. Voorlopig is het een onbegonnen taak voor Tissou Dali om daar ook een bal maar vast te houden. Castromontes, goede actie. Nielsson tegen Watanabe. En weer zijn ze hem kwijt van Daniel Schmid. Maar ja, ik begrijp Hein van Azenbroek wel, die op een bepaald moment zegt, ja, we moeten wel eens zien wie welke goals binnenkrijgt. Natuurlijk meegegeven. Hier is Tissou Dali met een kans. En hij krijgt hem niet voorbij, Anthony Maurice. Ja, dat zal Hein van Azenbroek ook denken. Richting Rasmussen en dan het goede steekballetje op maat. Hij wil hem een beetje te mooi met de buitenkant voorbij. Torinariga en Brown. Hong komt in de bal. En de vrijheid nu dan. Tissou Dali. En weggehaald door Christian Burgess. Heel mooi uitgespeeld. Zowel Hong als de lopende Tissou Dali. Het is zeker interessant. En Gent heeft al getoond dat het hier inderdaad wat kan doen. Oei, Samoas wel degelijk geraakt hoor. Het spel gaat nu door. Het is wel degelijk een kaart voor een gestrekt been van Loïc Lapoussin. Gevaarlijk. Ja, het is je ziet het wel. Natuurlijk niet. Maar ja, goed, je neemt... Je neemt een onvoorzichtig risico. Kijk eens. Het is een trap in de borststreek. Hou de bal in de ploeg en kies je gewoon je momenten. Kost ook natuurlijk extra energie. Tweede zone, goed verdedigd van Lapoussin. Want daar was Samoas. Scherpe voorzet van Archie Brown. Opnieuw een goede aanval van Gent. Er komt geen kans van voor, maar het is weer gevaarlijk wat Gent in elkaar bokst. Goeie voorzet. En dan Lapoussin, die echt wel nodig was om daar de bal weg te werken. Komt Union toch goed weg. Hong. En de goede tik. Tissou Dali. Hong nog eens. Een goede feins. Afgelegd. Het is allemaal goed. Het is allemaal goed. Het is 0-1 voor Agent. Het is zover. Pieter Gerkes. En je kan het niet onverdiend noemen. Nee. Nee. Minuut 8 in de tweede helft. En Mathis Samoas die meteen aangeeft. Nadenken jongens. Slim zijn nu. Want het is nog lang natuurlijk. Pieter Gerkes voor 0-1. Zijn derde goal. En hoe belangrijk kan die blijken te zijn? Ja, het had wat voet in de aarde, hè, want het loopt niet echt lekker. Die combinatie op zich was mooi, maar dan zit er iemand van Union tussen. Is er een bal die wordt via de kluts. Het is een ongewilde assist van Tissou Dali, want hij wist dat niet hier. En dan op die manier dan met de buitenkant van de voet een beetje hopen op goed geluk, zal ik maar zeggen. Richting doel, dat wel. Maar half achterwaarts en dan op die manier... Dan... Gent dat... Nu naast Genk zou komen. En een uithaal tussen de palen van Cameron Pertas. Geen probleem voor. Recht op Davy Roef. Ook al had hij de bal maar in twee keer vast. Het was niet de moeilijkste trap die hij moest verwerken. Davy Roef op die manier centraal. Kom je gewoon tekort. Tegen een goed agent. Dat kan je nog misschien een beetje verbloemen. Tegen de mindere ploegen. Dit is wel geen slechte bal. En dit is een goal! Of buitenspel? Nee, het is wel degelijk. En het is Alessio Castromontes. Tegen zijn ex-club. Maar valt een beetje uit het niks natuurlijk, die goal. Nou, helemaal over de rooien hoor, Hein van Azenbroek, dat ze dit... Nou, wel alle krediet voor Castromontes die naar binnen duikt. Maar Brown laat zich gewoon ringeloren. Te makkelijk de manier waarop hij daar Castromontes uit zijn rug laat vertrekken. Niet reageert of te laat reageert. Deze keer de voorzet van Lapoussin wel op maat. Door die loopbeweging van Castromontes. Maar hij laat zich bij het vertrekken of bij het zien dat die paas komt van Lapoussin. Laat hij zich gewoon te makkelijk ringloren. Maar de helft gelooft daar al op voorhand al in buitenspel. Terwijl er daar nog een... Lazar. Hier komen ze. Lazar, erdoor. Lazar. Goed uitgekomen, Davy Roef. Over Roef wippen. Nou, dat is wel een vlotte combinatie daar. Ja, mogen we zeggen, misschien wel de allereerste. Een brede kern heeft, dus dan moet je die jongens ook kunnen brengen of durven brengen. Bijna. Een omhaal van Maxi dan zo. Castromontes doet dat goed. Alhoewel hij hier Brown niet kwijtgeraakt. Tissou Dali. Fernandes Pardo. Op de vuisten van Anthony Maurice. Ah, te centraal, dat is jammer. Het was trouwens Pieter Gerkes. Toch?
Dat is dodelijk. En hier, pas maar op. Pas maar op. De laatste aanval is nog voor Union. Ekker Tayenza. Kabangu is ook mee. Het is Ekker Tayenza zelf. Oh, had nog gekund. Einde van de wedstrijd.